Ik zag het passeren op Facebook en ik vond het direct interessant omdat ik heel graag lees. Maar er zat daar ook dat creatieve bij. En eigenlijk als je leest, dan je neemt het boek, je leest het, je zet het in de kast, je denkt erover, je vertelt erover, maar je doet er niks mee. En aan de andere kant vind ik het altijd lastig als mensen zeggen, ja, maar ik lees niet graag. En daarom heb ik zoiets van, ik ben wel geïnteresseerd in de creatieve kant, om zo ook een keer mensen te helpen, misschien geïnteresseerd graag in een ander boek. Ja. Ik had eigenlijk zoiets van, ik was alle drie lezen, maar ik moest kiezen. Dus ik heb die andere twee genoteerd. Ik vond het een hele interessante keuze, vooral omdat het gebaseerd was op een vragenlijst die we in het begin ingevuld hebben. En dat lijkt me toch niet een voordeel als je de mensen niet kent. En toch kon ik er zo uithalen van, ah ja, het zal daarom zijn dat ze die gekozen hebben, het zal daarom zijn dat ze die gekozen hebben. Dus ik vond het eigenlijk wel een hele leuke keuze. Ik ben Eleanor Olifant en met mij gaat alles goed. Ik heb eigenlijk gekozen voor, en met mij gaat alles goed tussen haakjes. Dat prikkelde mij, ik had zoiets van, dat staat erop, dus het zal wel niet goed zijn. En wat is er dan aan de hand? Dus dat is eigenlijk de reden waarom dat ik het gekozen heb. En dan ja, de samenvatting gelezen. Ik had zoiets van, lijkt me wel interessant. Ik heb vooral de workshop van de kernwoorden voor de samenvattingen vond ik heel interessant, omdat samenvatting is niet altijd eenvoudig. En we hebben ook met de artiest eigenlijk gezien hoe dat hij de creatieve kant dan aanpakt. Hoe breng ik een verhaal over in een creatief iets? Die vond ik heel interessant. Ik besta niet waar. Vaak heb ik het gevoel dat ik er niet ben. Dat ik een verzinsel van mijn eigen fantasie ben. Er zijn dagen waarop ik me zo losjes met de aarde verbonden voel, dat de draden die mij aan deze planeet binden ragfijn gesponnen suiker zijn. Een harde windvlaag zou me volledig kunnen losmaken en ik zou opgetild worden en wegwaaien als een zaadje van zo'n paardenbloempluis. Voor mij is het boek magie. Het is rondlopen eigenlijk in de schrijver zijn hoofd en soms, of haar hoofd en soms de leefwereld ook. Het is fantasie, het is een verhaal, het is informatie, het is eigenlijk alles samengevat op papier. Ik vind dat echt magie, een boek.